Met een knal is het WK Stratego vandaag begonnen. Deelnemers uit de hele wereld zijn in de Naardense vesting samengekomen om te bepalen wie de beste strateeg is. Noord-Hollandse trots is Dennis, maar zijn vrouw wordt vandaag ook geopereerd. Net voor het WK hoort hij dat het allemaal goed is. Nee, mijn vrouw had gevraagd of ik wilde spelen. Die zei, neem die operatie mee, ga sowieso weer hier naartoe. En dus gaat Dennis ervoor. Zijn specialisme is het eerste onderdeel, de barrage. Een kleinere versie van Stratego. Prettige partij. En dan ga ik de klok indrukken. En dan gaan we spelen. En rood begint, hè? Ik kan vrij goed een tegenstander inschatten. En een truc verzinnen om die tegenstander, voordat we gaan spelen, al een plan te hebben waarmee ik win. Dus eigenlijk speel je de man een beetje? Ja, ik speel op de man. Ja, dit is de maatschap nog steeds. De spion. Ja, dat wist ik. Ik vind het leuk omdat het een spel is met imperfecte informatie. Schaken is helemaal open, dus dan kun je met analyse alleen uitrekenen. Stratego is ook nadenken over wat iemand anders doet en het blind kunnen. Ik wist dat ik hem kon slaan, want hier staat een maatschap. Weet ik wat ik dan merk? Dat jij het allemaal in je hoofd op zit, al die dingen, ja, of niet? Ik tel de stukken en ik tel de zetten. Maar dat is ook nodig, anders kun je dit spel niet goed spelen. Het is heel veel getel. Ja, het is heel veel getel. Het WK speelt tot en met zaterdag. Dan is de beste generaal bekend.